Magdalena Mauns was een dame uit Den Haag die de geliefde was van de Spaanse veldheer Francisco Valdés. Zij zou een cruciale rol hebben gespeeld tijdens het Leidensontzet. Leiden was belegerd door de Spaanse troepen en de situatie werd echt nijpend. De geuzen die hadden al de dijken doorgestoken, waardoor het land met de bedoeling het land onder water te laten lopen. En Valdés die bedenkt dan, vat het plan op om Leiden aan te vallen. Magdalena Mauns die hoort dat en die schrikt daarvan, want ze heeft familie in Leiden wonen. En dan bedenkt ze een list, of ze vraagt Valdés om de stad niet aan te vallen en belooft om in ruil daarvoor met hem te trouwen. Valdés bezwijkt voor dit verzoek. Kort erop steekt de storm op, het water stijgt, de Spanjaarden die vluchten en de geuzen kunnen Leiden binnenvaren en bevrijden de stad. Het verhaal raakt in de vergetelheid, totdat het een halve eeuw later opduikt in een toneelstuk van Renier Bontius. In de herdruk daarvan zien we de jonkvrouw M.M. Opduiken die trouwt met Valdés. En dat is het moment, eigenlijk vanaf dat moment zie je dat Magdalena Mauns tot een ware heldin uitgroeit. Er verschijnen meer liederen en toneelstukken over Magdalena Mauns en ze duikt op in schilderijen. Maar in de 19e eeuw trekken historici haar rol in twijfel, want er is geen schriftelijk bewijs. Wat ook wel een rol zal hebben gespeeld, waarschijnlijk, is het vrouwbeeld uit de 19e eeuw. Het zou toch niet waar kunnen zijn dat juist een vrouw zo'n belangrijke rol heeft gespeeld in zo'n belangrijke gebeurtenis in de stadsgeschiedenis. Maar dat beeld kantelt weer als historica Els Kloek een huwelijksdocument van de hertrouwde Magdalena Mauns vindt. Achter de naam van Magdalena Mauns staat iets doorgestreept. Dat vindt ze opmerkelijk. Ze weet met speciale technieken die doorgestreepte tekst weer leesbaar te maken. En komt dan tot de ontdekking dat daar staat weduwe van Don Valdés. En of dat dan ook betekent dat dat huwelijk een inlossing is geweest van de belofte om met hem te trouwen in ruil voor het niet aanvallen van Leiden, dat blijft onzeker.